Hey mensen, even een update vanaf verzamelplaats Wagenberg, zoals we hem noemen. Het is het terrein van Power Weekend Maden. En dan gaan we de trekkers verzamelen die naar Brussel gaan op 4 juni. 3 juni s'avonds, dan worden jullie hier al verwacht, tenminste als jullie dat willen. En ik zal even kijken over het terrein doen. We zijn al volop op ontbouw voor jullie. Daar zien we dat de grote tent ook nog omhoog gaat. Jullie kunnen hier slapen als jullie willen. En jullie kunnen slapen als een VIP. Want ik sta hier bovenop de VIP, 2 verdiepingen hoog. En 2 verdiepingen kunnen jullie slapen. Je ziet wel, het is net als in de trekker, klompen uit. Want zelfs met vloerbedekking erbij. Zo even een beetje rond kijken. Dan kijken langs de tribune, zien we de toiletvoorzieningen staan. We hebben Arno van Heijst die met zijn catering deze kant op gaat komen. Dus daar hoeven jullie thuis geen boterhammen te smeren. Ik kan hier zo een broodje aanschaffen. Dus dat is geregeld, er is wat te drinken. En we kunnen mooi parkeren op de rijplaten. Het is hier ook niet droog, zoals in andere delen van Nederland. Maar we kunnen over de rijplaten. En links en rechts van de rijplaten kunnen we de trekkers parkeren voor de nacht. Voor vrachtwagenchauffeurs die komen met trekkers, met de diepladers, die kunnen ze hier lossen. En voor de diepladers die hier blijven staan, hebben we bij andere bedrijven plek geregeld om die diepladers weg te zetten. Want op de wei kun je nou nog niet rijden. Dus die kunnen hier ook een plekje vinden. En 's morgens gaan we met z'n allemaal naar Brussel. En daar hebben we zin in natuurlijk, want wij kunnen nu echt iets veranderen. We kunnen het net als in Nederland, we kunnen het net als in de provincies, we kunnen het net als in de waterschappen. We kunnen het naar ons aanzetten en dat gaan we ook doen met z'n allemaal. 'S morgens vertrekken we in de grote stoet door richting de grens. Uurtje rijden van hier, dan ben je op de grens met de trekker. En daarna gaan we door naar Brussel. Ik heb een week of 5 geleden de route verkend. Allemaal goed om te rijden, mooie weg en we krijgen goede medewerking. Ik hoop jullie allemaal te zien op het terrein in Maden. Want dit wordt heel erg leuk. Hier kunnen we veel mensen ontvangen. Kunnen jullie niet allemaal hier in deze tent slapen? Nou kijk, die andere die gaat net weer een paar masten omhoog. Kun je moeilijk zien? Ja, net weer een paar masten omhoog. We kunnen dan echt volop plek hier allemaal welkom. Tot ziens! Ja.